Afgelopen weekend werden er door 20 coureurs meer dan 2000 rondjes en 12.000 kilometer gereden op het Bahrain International Circuit voor de laatste testdagen voorafgaand aan een gloednieuw en ja, je kan nu al zeggen revolutionair Formule 1 seizoen. We gaan het allemaal behapbaar maken en voor je samenvatten in de enige echte Formule 1 podcast van Nederland, die van Racing News 365, mede mogelijk gemaakt door de vrienden van DL. Bij mij aan tafel zit Formule 1-kenner Ruud Dimmers en Ruud, je hebt nu alle auto's in actie gezien. Welke was nou alsnog echt op de baan de mooiste? Ik moet wel zeggen de Ferrari, maar daar komen we dadelijk wel met de toelichting op. De Ferrari was het mooi. Nou ja, laten we daar meteen maar naartoe gaan. Mooi ja, logo is dat, hè? Deze andere man heeft niet echt een introductie nodig, want hij is autocoureur. Afgelopen weekend had hij zijn vuurdoop als analist bij Viaplay. Yep. Daar hebben we dadelijk nog veel meer over, maar het allerbelangrijkste. Hij is sinds een goede 20 minuten in het bezit van een Ferrari-tatoeage op zijn rechterbil. Ja, belofte maakt schuld. Ik heb een grote mond. En dan moet je ook je afspraken nakomen. Ik had met Ruud een weddenschap dat er geen Ferrari op het podium zou komen in 2020. En helaas gebeurde dat wel in Turkije tijdens de regen. Dankjewel voor de kopje thee en mijn appelgebak met slagroom. Dus ja, ik heb toen met mijn grote mond iets gezegd. Wat zei ik nou precies, Ruud? Wat jij zei? Ferrari had gewoon een dramatische seizoenstart. En het werd alleen maar slechter en slechter. En toen hadden we het erover van... Dus ja, van, ja, er komt dit jaar geen Ferrari meer op het podium. Zegt Tom, weet je dat zeker? En het begon met Monza. Het was na Monza was het natuurlijk dramatisch. Dubbele uitvalbeurt. Hij wordt helemaal niks meer. Ja, ja. Zeg, oké, zullen we die weddenschap doortrekken tot het einde van het jaar? Ja, dat hoor. Is goed. Als er een Ferrari op het podium eindigt, zet ik het logo op mijn rechterbil. En ja. We zullen een filmpje toevoegen in de YouTube-video. En voor de andere mensen, ga lekker naar onze site, want er komt gewoon een hele mooie special. Ja. Tom, hoe was het? Ik heb een anderhalf uur op een stretcher zo'n massagebank gelegen hier in het Van der Valk in Vianen. Ik had het anders voorgesteld. Het deed meer pijn dan ik dacht. Maar het logo is wel mooier dan ik dacht. Het resultaat is heel mooi, maar ik heb Tom nog nooit anderhalf uur lang stil gehoord. Het enige wat er af en toe uitkwam was... Ja, maar het is net zoals iemand de hele tijd zit te prikken met een speld. En dat houdt gewoon niet op. En soms kwam die net, weet je, op je bil bij een spier of wat dan ook. Ja, deed net een fietsje seks bij. Maar ja, jongens, klaar, gedaan. Je leeft nog. Jongens, de testdagen zijn achter de rug. Wat ik net al zei, we hebben ruim 12.000 kilometer gereden, 20 coureurs in actie gezien. De teams hebben zoveel mogelijk data proberen te verzamelen. En in de meeste gevallen is het ook gewoon goed gelukt. We gaan het weer behapbaar maken aan de hand van een aantal stellingen. En laten we gewoon meteen met een stelling beginnen waar eigenlijk donderdagochtend het nieuws van vol stond. De nieuwe Mercedes is inderdaad illegaal. Nee, dat is helemaal niet waar. Natuurlijk is het niet illegaal. Want als het illegaal was geweest, dan had de VIA echt wel... Wat laten blijken. VIA is natuurlijk in het proces bij de bouw van de auto's zijn ze ook een paar keer involved geweest. Dus nee. Ze zitten niet in de geest van het reglement, maar wel in zoals je de reglementen leest. Ruud, kun jij misschien nog even iets meer duiden? Wat was er nou precies aan de hand toen het donderdagochtend de garage openging en de nieuwe W13 kwam naar buiten? Nou, we hoorden het eigenlijk al een beetje aankomen, hè? In de geruchten van de Mercedes gaan rijden zonder sidepods. Nou, ze hebben wel sidepods, maar zijn... Ja. Marginaal. Oh, lekker Tom. Goed bezig. Sorry. Inmiddels gooi je je zakje thee. Ik zal zo even vragen. Mag jouw zakje even niet van mij hangen? Jezus. Vandaag zijn alle grenzen weg, Tom. Kopje thee. Maar dat ze hadden dus hele kleine sidepods. En toen werd er, wat je al zei, van was hij legaal of illegaal. Er werd een quote van Horner aangehaald. Die heeft denk ik een beetje in het voorbijlopen gezegd. Heeft, want hij heeft wel gesproken met iemand. Alleen dat was een beetje off record. En... Die legt hem schaam wat woorden in de mond, volgens Red Bull dan. Maar kijk, die auto die zal niet illegaal zijn. Mercedes gaat echt niet als titelkandidaat een auto bouwen waarvan ze weten dat die illegaal zou zijn. Je kunt best een keer een onderdeeltje proberen of zo. Alleen je gaat nooit een disqualificatie... het risico lopen op een disqualificatie dus. Maar goed, na 3 dagen testen, tot op heden, los van de looks... Heeft het iets wezenlijks gebracht? Het heeft zeker wat gebracht. Heel veel aandacht. Want iedereen. Ja, maar qua performance natuurlijk, hè? Ja, maar let op. Nu zijn ze 1 seconde langzamer dan de Red Bull. Hoeveel waren ze vorig jaar tijdens de testdagen langzamer? Ja, ook zoiets. Maar het zegt 1, niks. 2. Dus dat betekent eigenlijk, als je het zo zegt... Winst van 0,2. Een winst van 2/10. Nee, Tom. We weten allebei, wat je zegt dan met een dikke knip ook, dat we testtijden met een korreltje... Bahrein, Sahara, wat is het dan? Geen Sahara, woestijnzand moeten nemen. Dat is absoluut waar. En dan zie ik, dat vind ik dan wel heel gaaf, want dat zie ik dan wel, is dat Red Bull net even wat meer durft. Hè? Dat je de pace durft te zetten.
dat je durft te laten zien om de mensen te triggeren om ook maar richting die tijden te gaan. Want weet je, iedere autocureur en ieder team wil toch laten zien hoe goed ze hebben gewerkt van de winter. Maar de pace. Als je kijkt naar de Haas, hè, Schumacher zat er 14e achter. Dus je weet dat het nog gewoon nee, maar tuurlijk twee, zit daar nog twee, drie seconden misschien wel sneller kan. Nou ja, nee, geen twee seconden. Dat geloof ik niet. Denk jij dat de Haas binnen twee seconden kwalificeert van de pole? Van... Nou ja, dat denk ik wel. Ja, als zij een hele goede ronde hebben en alles klopt, waarom zou dat er niet kunnen? Nou, we nemen vandaag mee in de voorspelronde. Ja. We gaan niet iedere keer een weddenschap doen, want dan komt geen Even nog heel kort over die Mercedes, die W13. Dat ging natuurlijk over die sidepods. Nou, die waren eigenlijk gewoon horizontaal geklapt en die zaten meer in de auto. Ja. Maar het ging ook nog over die zijspiegel, of ja, die achteruitkijkspiegels. Want het verhaal zou zijn dat die aerodynamische voordelen zouden hebben, terwijl dat volgens de reglementen, correct me if I'm wrong, dat niet zou mogen. Het is, kijk, op de sidepod zou je de spiegels kunnen bevestigen. Dus zij zeggen, ja, dit zijn onze sidepods. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Want dat zou dan air intake moeten zijn voor de koeling van de motoren. Maar ze hebben wel de spiegel erop gezet. En daar zitten dan allemaal turning vanes op en dingetjes. Je ziet ook aan de flow dat hij er is opgezet als een assortiment van vleugel. Om die flow langs de zijkant van de auto te laten gaan. Ja, dan is het dus eigenlijk een bargeboard die niet aan de onderkant vastzit, maar die aan de zijkant vastzit. Want dat is eigenlijk hoe ik het dan zie. Ja, maar het is toch slim? Want ik bedoel, als je kijkt naar al die spiegels, hoe die gemaakt zijn. En in het verleden zijn er wel teams geweest. Onder andere Ferrari moest spiegels aanpassen. Ik denk dat het 2018 of zo is geweest. Dan had je, het was meer een vleugeltje waar die lucht eigenlijk tussen werd geperst. Er zat zelfs nog een kapje om de spiegel heen. Ja. En. Dus er zijn wel wat restricties, maar nee, kijk het. Alleen Mercedes heeft nog wel wat werk. Want het is gewoon een beetje een halve lowrider. Het ding dat bounced over het asfalt heen. Lowrider. Ze waren ook gewoon... van die actieve suspensions, weet je wel. Ja. Maar ze waren ook gewoon nog bezig met een dremeltje en een zaagje om gewoon een stuk van de vloer eraf te halen. Om te kijken of ze dat purposing konden verminderen. En natuurlijk, je zit op de limiet, want je zag het heel veel auto's hebben. Alleen de Red Bull en de Ferrari hadden het veel minder. Ze zagen er beter uit op de baan. En iedereen heeft er wel een klein beetje last van. Maar als je gewoon de rondes bekijkt van alle auto's, ja, dan beweegt... Hè, zowel horizontaal als verticaal, zowel de Ferrari als de Red Bull het minst. Oftewel, ja, de beste setup dan. Maar ja, of je dan echt de limiet, hoe we die nog gaan opzoeken. Want ik bedoel, ik keek naar de Alpine en toen had ik echt zoiets van, wat gebeurt hier nou? Dat was één grote driftshow die Alonso aan het geven was. Die was alleen maar aan het corrigeren bij alle exits. Ja, ik bedoel, dan kan de klepel niet naar beneden. Dan kan je niet uitaccelereren. Ja, Aston Martin ook, dat zag je ook niet uit die ideeën. Ja, dus weet je, iedereen heeft nog wel wat huiswerk. Pas bij de kwalificatie gaan we exact zien hoe de dingen ervoor staan. Maar één ding is zeker. Het gevoel wat de auto's mij nu hebben gegeven is wel dat Red Bull en de Ferrari de meeste stabiliteit hebben. De meeste rust. We hebben nog een weekje. Dus, en iedereen loopt een beetje te spelen en niet het achterste van zijn tong te laten zien. Want dat heeft Red Bull ook nog niet laten zien. Maar wat ik dan wel weer gaaf vind. Verstappen wil gewoon altijd bovenaan die lijst staan. Dat is gewoon een bepaalde innerlijke drang. En dat is ook de drang een beetje van Red Bull, weet je. De sportiviteit uitstralen, de brutaliteit uit te stralen, maar ook de rest uit te dagen. Van komen jullie maar, laat maar eens zien wat jullie in huis hebben. Ja, sommigen doen het wel, sommigen doen het niet. Maar dat gejank dan van een Lewis. Ja, ik denk niet dat we voor de overwinningen kunnen vechten en dat soort dingen. Ja. Dat zei hij exact hetzelfde vorig jaar. Exact hetzelfde. Mercedes is nou, wat is het, 7 keer op rij kampioen geworden. En al die jaren is het iedere keer geweest van... Ja, maar we hebben dit, we hebben dat. Ferrari is favoriet, Red Bull is favoriet. Nou, dit type circuit, dat ligt de concurrentie beter. En we moeten serieus aan de bak. En dus het is iedere keer hetzelfde. Dus ik zou raar opkijken als Mercedes niet minimaal het derde team is. Als die echt een seconde toe zouden geven in de kwalificatie. Nee, maar dat zijn ze heus wel. Dat zijn ze heus wel. Ja. Als ze een seconde toegeven in de kwalificatie, hebben ze echt een probleem. Maar ja, dat, ja nee, dan hebben zij een probleem. Wij niet. De volgende stelling. Haas zette snelle tijden neer om sponsors te lokken. Ja, dat zijn de glory runs. Ik bedoel, in het verleden zag je dat heel veel bij de kleinere teams. Onder het gewicht rijden. Nou, is dat tegenwoordig iets... Onder het gewicht gaat ze niet lukken. Nee, ik wil zeggen, dat is nou wat moeilijker. Maar in de tijden dat die auto's 600 kilo moesten wegen, lag er echt nog 50 kilo in. Nou, als je die eruit haalt en brandstof voor drie ronden en de zachtmoken band erin gooit. Minardi deed vroeger niks anders. Ja. Aero's met Verstappen. Ja. Baanrecord verbroken in Barcelona.
Ja, koekoek. En toen kwam gewoon Australië. En daar stond, denk ik, dat Jos 2000 plekje 12, 13, 14 of zo stond. Ja, dan heb je wel een pijnlijke... Dit is standaard verhaal. Maar één ding, weet je, iedereen heeft veranderingen toegepast. Laat ze nou gewoon zorgen dat die auto's dan maar uit gaan rijden. Want we hebben, weet je, je ziet geen uitvalbeurten meer. Maar ik ben bang dat we deze eerste race met deze grote veranderingen, dat we gewoon 3-4 auto's gaan uitvallen. Ja, weet je, dan wordt het veld een beetje leeg. Nou, als ik Bottas was, dan zou ik me toch wel zorgen maken. Want de Alfa Romeo... Poh. Ja, nee, maar niet alleen Alfa Romeo. Ik heb er wel meer... Aston Martin, was ook om te huilen. Ja, maar een McLaren, die toch ook wel behoorlijk problemen had, weet je. Dus het wordt begin, weet je, de handicap kan je nooit meer inhalen. Dus je moet in het begin zoveel mogelijk punten moet je proberen te pakken. Want dat zijn de makkelijkste. Dan blijven we nog heel even bij Haas. Want de volgende stelling is namelijk, Giovinazzi was veel beter geweest dan Magnussen. Oh, we hebben het niet eens geantwoord net op die vraag van Haas, toch? Jawel, jij begon ermee met het antwoord, met die Glory... Ja, nou ja, ik ga ze toch stiekem als een backrunner team naar een midfielder brengen. Dus ik heb redelijk vertrouwen in Haas. Ik vond hem heel verrassend. Ik had hem niet aanzien komen. Ja. Alleen is maar kiezen tussen Giovinazzi en Magnussen. Ja, 300% Magnussen. En waarom Magnussen? Puur alleen omdat hij nog 3 maanden geleden een Formule 1 auto reed? Hey, het grappige is, suck my balls, Sonny. Wij hebben niet zijn naam genoemd. Nee, van vorige week. Fittipaldi kwam voorbij, Giovinazzi kwam voorbij. We hoorden van Berg, ik werd nog over. Hulkenberg is gewoon klaar. Maar ik vond het verrassend, maar ik vind het wel gaaf. Ja, als hij een auto heeft waarmee je gewoon kan strijden met anderen, is het iemand die gewoon echt ballen toont en die je vol voor gaat. Dat heb je nodig. Het is er eentje uit de racefamilie. Jan Magnussen, zijn vader, heel goed maatje van mij van vroeger. Heb ik ook contact mee gehad. Maar je hebt naar de drie families, hè? Of de vaders en zoons. Schumacher, Magnussen. Verstappen, Magnussen. Ja. Ja, is wel gaaf. Dus nee, ik heb gewoon eventjes contact met hem gehad. Ik zei, wauw, how cool. Toen zei hij, we never expected this one. Dus die kwam echt gewoon uit de lucht vallen. Nou, sterker nog, Magnussen hem ook niet verwacht. Die ging gewoon op vakantie in Florida aan. Toen kreeg hij een belletje van, ja, we gaan het toch doen. Ja, maar dat is dan wel gaaf, hè? Weet je Formule 1 droom, dat die dan gewoon blijft voortbestaan. Deze jongen is serieus goed. Ik heb altijd gedacht, joh, hij moet een keer de kans krijgen om in een goede auto te zitten. Hij heeft natuurlijk binnengekomen toen bij McLaren. Ja, weet je, dat was nog even te vroeg voor hem. Dat was net eventjes te vroeg in een goed team. Hij zou nu makkelijk heel goed kunnen scoren in een topteam. Ja, en hij heeft natuurlijk ook nog een maand geleden een interview gegeven waarin hij zei van ja, ik kom niet terug in de Formule 1 voor een middenmootteam. Nee. Dat zou hem toch over de schreef hebben getrokken, denk je? Ja, maar dat is meer een beetje omdat je weet dat je klaar bent met autosport. En weet je, this is it. Dit is wat ik mijn hele leven gedaan heb. En nu ga je een beetje aanmodderen. En in één keer komt hij toch terug in de middenmootteam. Nou, hij moet blij zijn met de middenmoot. Want ik bedoel, hij is gewend om veldvulling te zijn. De safety car die was hem aan het opduwen tijdens de opwarmronde, zeg maar. Weet je, dus dit is goed. Lando Norris gaat dit seizoen een Grand Prix winnen. Nee, gaat niet gebeuren. Als ik naar de constante tijden kijk, gaat dat absoluut niet gebeuren. Barcelona zag er heel goed uit. Veelbelovend, maar daar geloof ik niet dat iedereen zeg maar de pace heeft gedaan die ze hadden kunnen rijden. En ik zie gewoon een duidelijk verschil nu. De long run was hij echt op dezelfde band een seconde langzamer dan de Red Bull. En dat is echt te veel. Ja. Weet je, het valt tegen. Red Bull gaat niet alles laten zien, maar McLaren kan alles laten zien. Want dat maakt hun namelijk niet uit. Dus Ruud, lacht het McLaren natuurlijk het hele weekend. Of ja, de donderdag, vrijdag, zaterdag last ook van de remproblemen. Ze kwamen er zelfs onderdelen die vervoerd werden naar Bahrein toe. Denk je dat dat het enige probleem is van McLaren? Of zie je dat ze nu echt wel afgehakt zijn voor een mogelijk derde plek? Wat in Barcelona al was de snelle runs. Hè, daar sta je in één keer ertussen. Alleen, als je gewoon een langere runs keek, toen hadden ze toen ook gewoon nog net niet. En ik vind het tegenvallen. Want ze hebben vorig jaar zijn ze op een gegeven moment gestopt met de ontwikkeling van die auto. Nou, daar is Ferrari nog voorbij gekomen. Dit jaar moest het dan gaan gebeuren. En we zouden kunnen gaan profiteren van het gevecht tussen Red Bull en Mercedes, die veel langer door hebben ontwikkeld aan hun auto's. En dan verwacht je iets. En dan verwacht je ook iets wat er misschien qua looks innovatief uitziet. Wat gewoon snel is. En van mijn gevoel blijft het gewoon weer het subtopteam. En dat vind ik heel jammer. En ik denk dat Norris er ook wel een beetje van baalt. Net bijgetekend tot 2080. Ja, ik vind toch dat je woorden een beetje bijdraait. Want vorig jaar zei je nog dat McLaren helemaal in de lift zat. Toen zei ik verder dan dit gaan ze nooit meer komen. Ze zaten ook in de lift. Ja. Alleen, ze hebben goede mensen aangetrokken. Je hebt 2 goede coureurs. Je hebt de beste motor. Als je dan niet waarmaakt aerodynamisch genoeg, dan zit er toch ergens iets structureel nog niet goed. Ja, maar meer dan dit gaat er niet in zitten. Echt niet.
Max Verstappen was wederom één met zijn Red Bull. Ja, weet je. Kijk, voor zover je één kunt zijn. Hè, wat Tom ook al zei. Je zijn heel veel dingen aan het proberen. En bij Max zag je het ook. Hè, het ene rondje was het andere rondje niet. Had hij al een foutloze ronde? Nee. Was de laatste snelle ronde foutloos? Nee. Nee, dat had hij misschien een 7,5 gegeven. Je ziet heel veel zoeken. Wat is dat bocht? Dat is een andere stijl met een auto. Kijk, maar Tom, je zag een aantal van die bochten. Bocht 1, dat ging altijd goed. Dan heb je bocht, wat is dat? 4, 5, 6. 3, 4. Dat is de chicaan, weet je wel. Dus die langzaam naar rechts. Langzaam naar rechts. Daar vergaloppeerde hij zich zelfs twee keer. Heel vaak. Ja. Even sturen. Ja, dat was bocht 9, 10. Is dat bocht 9, opkomen 10, van het rechtstuk achter? Klopt. Mercedes heel veel moeite. Daar zag hij er wel heel goed uit. Daar zag de Mercedes er heel slecht uit. Maar als ik dan over Max, als ik hem inderdaad... Ik ben het wel met Ruud eens, weet je, 7,5. Maar hij kan niet langzaam rijden. Dat zit niet in hem. En dat is mooi om te zien dat hoe die dat aanpakt tijdens zo'n long stint, zo'n long run of tijdens de snellere runs, weet je, dat hij net eventjes de verse rode band erop zet. Ik zie toch wel gewoon altijd nog steeds die drang in hem hebben om bovenaan te willen staan. En dat zie ik nu ook. Kijk, toch moet je de bevestiging hebben, is de auto goed, voelt hij goed. Maar de auto is heel anders dan vroeger. De downforce kwam natuurlijk van voor en achter. De voorvleugel en de achtervleugel. Nou, die hebben alle twee minder downforce, maar nu komt hij echt uit de vloer. Dus de auto voelt ook heel anders aan. Weet je, als je rijdt, zit nu de kracht net achter het midden van de auto. Want dat is waar die zuiging in de medium en high speed zit. En ja, de low speed, zeggen ze, ja, hij geeft heel veel onderstuur. Dat is natuurlijk een ander gevoel met de banden. Veel lagere bandprofiel. Dus veel meer scherpte, maar daardoor ook scherpte is er dan. En daarna het sortiment van, ja, hoe noem je het? Bambi on ice, hè, dat die heel voorzichtig dat die wegschuift. Ja, dus het is, ik denk dat het gewoon eventjes aanpassen is aan de nieuwe auto en de nieuwe banden. Maar wat gewoon het belangrijkste was, hebben ze de laatste upgrade gebracht van de vloer en van de sidepod. En Max die reed die snelle tijden en reed die snelste tijd en iedereen was aan het lachen in die pitbox. Nou, dat zie je normaal nooit tenzij die bol pakt. Kijk, zij weet als enige hoeveel brandstof erin zat en hij was absoluut niet leeg, dat weet ik 100% zeker. Nee. En ze hebben natuurlijk ook gekeken en een bepaalde inschatting gemaakt van wat de Mercedes aan boord had, wat de Ferrari aan boord had. Ja, nou, we hebben Marco zei, de upgrade heeft ons op de laatste dag een halve seconde dat is goed. En ze hebben nog een halve seconde. Lijkt me veel. Ze hebben zeker nog een halve seconde. Maar bij de data van Mercedes zag je dat ze aan het einde van de rechterstukken gewoon ook van het gas afgingen. En daar zit ook weer een halve seconde in. Het is één groot spel. Eén ding is zeker, Max, Red Bull, ze lachen. Er zit de twinkel in zijn oogjes. De eagerness is er, de fight is er. Want waarom moet je zoveel sneller zijn dan de rest? Dat is helemaal niet nodig. 1/10, dan sta je ook bovenaan. Nee, gewoon bam. Kom maar jongens, kom maar. Ik daag jullie uit. En hoeveel procent denk je dat die motor of de hele wagen is opengeschroefd van zijn totale kunnen afgelopen dagen? Nou, zegt de zaterdag dan. 90. Die pol die gaat nog een heel stuk sneller zijn. Ik geloof niet dat Mick Schumacher binnen 2 seconden kwalificeert van Max. Oké, nou, dat is een uitspraak. Die kunnen we even onthouden. De volgende stelling is, het is raar dat Haas compensatie kreeg tijdens de testdagen. Nee. Want het was uiteindelijk toch ook wel de FIA en de VOM, die hadden er ook mee te maken. Ja, je kan niet testen als je alle spullen hebt. En als zij geloven dat spullen er zijn, dan is het ook hun fout. Een vlucht had vertraging, waardoor de spullen niet op tijd waren. En ze eigenlijk een eerste halve testdag misten. Waardoor ze langer door mochten gaan. Ja. En het grappige is ook, die snelle tijden zijn allemaal gereden op het moment dat de rest er niet was. Dus dat de baancondities natuurlijk ook een stuk gunstiger waren. Dat was het was natuurlijk afgekomen. Daar komt een bekend iemand binnen. Zo is het ook. Hij kan dan weer lachen. Onze Tom in dit geval. Koning. Ja. Dag jongen, is er nog iets wat je tegen Tom wil zeggen of niet? Nou, ik vind je wel echt een man. Ja. Sowieso de plek en dat je woord echt nakomt. Dat meen ik echt, want het is echt een bijzonder plekje. Ja. En ik hoop dat je er ook veel plezier van gaat hebben als je er naar kijkt. Ja. Ik ben benieuwd wie er allemaal naar gaan kijken, maar dat houden we natuurlijk wel een keer. Zolang je er zelf van kan genieten, zeg maar, dan komt alles goed. Geen probleem, jij dankjewel. Toppertje. Hey, nou, top jong. Nou ja, de tattoo is in ieder geval gezet door Matthew. Binnenkort komt er gewoon een video online op ons YouTube kanaal. En je gaat het waarschijnlijk overal voorbij zien komen. Jij gaat lekker weer terug naar Apeldoorn. Ik ga weer aan het werk. Gewoon gelijk, jongen. Ja, top jongen, je bent dankjewel. En we houden contact. We spreken elkaar. Is goed, jongen. Later. Hoi, hoi. Nou, de stelling over die compensatie hebben we afgerond. Dan heb ik nog een stelling. Het ziet er
echt naar uit dat Ferrari mee gaat strijden om de titel. Ja. Ja. Zo, kijk, ja, misschien dan moet je wel naar die tatoeage wie reed. Ben ik een beetje Tom. Als ze nou kampioen worden, doe je dan ook World Champion 2020 hieronder? 22? Geen probleem, beloof ik bij deze. Maar nu zet ik er wat tegenover. Wat als ze geen kampioen worden? Kijk, dat nee, er komt geen tattoo op mijn lichaam, Tom. We kunnen ook weer gewoon een duur etentje doen. Dan is goed, dan zet ik een duur etentje tegenover. Ja, is goed. Nee, ja, maar dus even, dan zeggen we het. Dus de weddenschap is, als Ferrari wereldkampioen wordt, zet ik het jaartal door. Bij de constructeurs, hè? Niks. Ja, als de coureurs, maakt niet uit. Constructeurs, coureurs. Eén van de twee. Als ze gewoon één van de twee winnen. Oh, huppatee. Hier pakt hij er nog ook eentje bij. Waarom niet? En dan in ruil daarvoor, als Ferrari dat niet wordt, dan? Ja, dan zoek ik wel eventjes een mooi restaurantje uit. Ja. Ergens in Italië of zo. Ja, vind ik ook goed. Ja. Gaan we bij Liucci even eten. Vliegen we even naar Milaan. Ja, waarom weer, hè? Jongens, ik heb deze. Maar even, alle gekken op een stokje. Het ziet er echt goed uit, hè, voor Ferrari. Ja, maar weet je wat het wel is met Ferrari? Ze hebben wel vaker dat ze de kampioen van de wintertesten waren. Ja, maar dat was het incidenteel. Weet je wat mij nu opviel? Dat ze constant erbij zaten. Ze de meeste rondes hebben gereden van iedereen. Ja. Ja? De meeste kilometers. Geen problemen. Het was... En dat, weet je, dat is ook in het begin van het seizoen... zijn dat soort dingen veel belangrijker dan de snelste zijn. Klopt. Dus... Alleen in het verleden, dat was voor heel Italië een vuur en vlam. Iedereen die had de wereldtitel al voorspeld. Ja. En dan kwamen ze aan bij de eerste race en viel ze vaak tegen. Natuurlijk. Ik zeg niet dat ze wereldkampioen gaan worden, dat zeg jij. Maar wat mij wel opvalt, is dat de basis zoals de auto gemaakt en gebouwd is niet explosief. Anders is redelijk basic, maar daar zijn ze ook wel van uitgegaan. Van hun eigen kracht, hun eigen stijl. Want de Ferrari ziet er toch echt anders uit dan de Mercedes. Nou, het grappige is dat de top drie teams compleet andere filosofie hebben. Klopt. Kijk de Red Bull met de poolrod, met de andere sidepod. Kijk naar Mercedes zonder sidepod. Ja. Ferrari juist met het hele golvende wat erin zit. Hè? De grote bodywork helemaal aan de bovenkant. Ik heb al leuke foto's voorbij zien komen dat mensen daar rouge overheen getekend hadden. Zo. Echt. Ja, mensen zijn zo creatief. Maar terugkomend op Ferrari, ze staan er veel beter voor dan de afgelopen jaren. Dat geloof ik wel. Ja. En Leclerc zei van ik hoop dat ik 5 races win. Want met 5 races winnen kan ik misschien wel wereldkampioen worden. Oh, een goede uitspraak. 5 races wereldkampioen worden? Nou, als je met 5 races wint, zou je wereldkampioen kunnen worden. Moet je natuurlijk constant tweede, derde, vierde... Alleen een seizoen met 23 races en je wint er 5, dan word je wereldkampioen. Dat is te weinig. Maar het zou heel leuk zijn als ze gewoon meedoen. En dat gewoon je nog meer dat gevecht krijgt, strategisch gevecht. En dat je ook gewoon bepaalde type circuits hebt die liggen bij... beter liggen bij Red Bull, de andere bij Mercedes, andere bij Ferrari. Dat je... meer strategische spelletjes kunt spelen. Dat het niet al 2-1 is, maar dat je gewoon nog in één keer rekening moet houden met een Ferrari erbij. Ja. Ja, maar dan zit je dus natuurlijk niet... Kijk, nu zat eigenlijk Mercedes eigenlijk altijd in de positie. Ze hoeft alleen maar aan te vallen. Stel, Verstappen stond eerste. Dan was het Bottas en vooral Hamilton. Die moesten aanvallen. Als er inderdaad een Ferrari bij is of een Perez bij is... dan heb je niet alleen maar dat ze moeten aanvallen... maar ook nog eens een keer dat ze achter zich moeten kijken om te verdedigen. Ja, dat gaat natuurlijk voor hele leuke gevechten zorgen. De extra gratis stops die ze in het verleden vaak gehad hebben... Max en Lewis die pakten bijna altijd het punt van de snelste raceronde. En als zij het niet waren, dan was het Perez of Bottas. Dat is ook weg nou. Want als je tenminste, als je die aansluiting hebt, dan kun je hier aan het spitstop mee doen. Dan moet je zo gaan rekenen. Nee, ik hoop gewoon dat een... derde team er lekker tussen gaat vroeten. En ze hebben misschien wel de beste rijders duo. Zij of Mercedes. Ja. Nou, we kunnen er een stelling van maken. Wie is de beste rijders duo? Dan zit Mercedes... er redelijk bij, maar zit Ferrari naar mijn gevoel echt wel beter. Ik heb een hele hoge petto van Carlos Sainz. En Leclerc natuurlijk ook. Maar ik zie het gewoon aan hoe Sainz zich heeft ontwikkeld, aan zijn ervaring die hij heeft, dat hij er is op het moment dat hij er moet zijn. Kijk, jongens, wereldkampioen is Max geworden. Tweede, wie werd de tweede in die race? Heel makkelijk, Lewis. Maar wie werd de derde? Carlos Sainz. Oh, maar in dat geval voorspel ik een hele grote toekomst voor Yuki Tsunoda, die vierde werd. Ja, eindelijk mag hij ook een keer constant en slim zijn. Maar één ding is zeker, de Mercedes is absoluut in competitie met de Red Bull. Maar de Ferrari is beter geworden dan dat hij was. Sainz is veel volwassener dan Leclerc. En hij heeft al een aantal domme crashes gemaakt in vrije trainingen vaak. Maar niet tijdens de races, niet wanneer het moest gebeuren. In de races, dan stond hij er. Ja. En dan rijd je ook met zijn verstand. Want soms heb je van die race en denk je van... Ja, oké, hij ligt nou zevende. En aan het einde van de race, dan is hij gewoon
Hij is gewoon heel slim tijdens die race. Zijn momenten kiezen, versnellen op momenten dat het moet. Strategisch soms ook net wat beter. En dan staat hij in één keer op podium, of is vierde, of is vijfde. Ja. Ja. Ik denk dat Leclerc een hele zware kluif gaat hebben aan Sainz. Had hij afgelopen jaar al. En ja, afgelopen jaar is hij verloren. Maar dan is de magie van wonderkind Leclerc is dan wel weg. Als hij dit jaar klop krijgt. Ja, klopt. Twee jaar op rij klop krijgen van je teamgenoot. Ja. Eens. Wij gaan zo dadelijk naar de DL-vragenronde, waar je als luisteraar de kans krijgt om je vragen in te sturen die we dan behandelen in de podcast. Maar Tom, je had ook nog afgelopen weekend een mooie vuurdoop bij Viaplay. Daar was je, volgens mij twee dagen was je daar minimaal. Ja, vuurdoop. Kijk, weet je, dat mensen hebben zoiets, zit jij bij de Formule 1? En dan denk ik, jongens, wacht eventjes. Ik zat vroeger bij RTL, toen werd het SBS, toen werd het Canal Plus en Filmnet heette dat, geloof ik. Toen werd het RTL, toen werd het Ziggo en nu Viaplay. Om heel eerlijk te zijn, ik ben helemaal nooit weg geweest. Hè. Ik doe dit al 25 jaar. Dus het hele circus draait mij om jou heen. Nee, absoluut niet. Helemaal niet. Want ik zou het zeker geen alle weekenden willen doen. Ik ben autocoureur en de weekenden dat ik vrij ben, moet je mij niet thuis achter de tv gaan zetten bij een Formule 1 race. Want ik bedoel, ze worden gek bij mij thuis. Maar Tom, mag ik één ding zeggen? Je hebt nou een andere rol bij Viaplay. En dat is... Ik heb dezelfde rol als dat de rol die ik vroeger altijd had, hoor. Ja, oké, okay, maar bij Ziggo was het meer op een gegeven moment waren jullie drie clowns. En dan zat er af en toe nog een Huub Stapel bij, of een Guus Meeuwen. Clown, wacht even. Kijk, op een gegeven moment ik vind, je moet niet Ziggo, moet je afkatten. Helemaal Nee, dat doe ik niet. Maar ik bedoel, van jullie waren... Oké, okay, zeker in Formule... Er zat meer show-elementen. In Formule 1 Café ging het af en toe wel alle kanten op. Ja, maar daarom is het ook een Formule 1 café. Café is een biertje, bitterballen erbij. Net als met je vrienden, gewoon een beetje duelleren. Alleen jij werd op een gegeven moment wel een beetje weggezet als de roeptoeter van Nederland. Ja, maar dat zeiden ze. En dat was dan de rol waar ze mij in duwden. Nou ja, jammer dan, weet je. Nee, maar ik bedoel, ik vond het altijd jammer dat jou de kennis en ervaring die jij hebt... en je weet zo van autosport af en van autoracen... dat het lang niet altijd uitkwam. Dat was wat een beetje mij nou opviel bij de concurrentiegevoel, hè? Laat ik het maar zo zeggen. Ja, haantjes gedrag. Haantjes gedrag. En dan kreeg ik de tijd niet. En dan, misschien kunnen iemand een postlogo of zijn kont cadeau geven. Weet je, dat is... waren wel eens wat strubbelingen over. En op een gegeven moment denk ik, jongen, zoek het lekker uit. Ik race nog steeds. Jullie praten erover en hebben al 15 jaar niet in een raceauto gezeten. Dus dat is waar het verschil zit. Ik zit nog steeds ieder weekend op het circuit. Afgelopen weekend had ik niks. Ik zat wel op een circuit. Ik zat in Meppen in Duitsland. Ja, of ik zit op een kartbaan of op een circuit. Mijn race is autosport. Ja, en bij de anderen is het. Die hebben allemaal een heel ander leven. Dus daarom is het voor mij denk ik vrij makkelijk om erover te praten. En ik praat vanuit mijn hart. En niet van wat ik lees en zogenaamd iemand gebeld heb. Nee, vanuit mijn hart en wat ik zelf voel in autosport. En dat is ook in de rol waarom ik gelukkig bij Viaplay daar ook gewoon weet je, mijn eigen gevoel kwijt kan. Ik krijg daar de tijd. Weet je. Ik heb niets gevraagd. Zij hebben mij gewoon gevraagd, just be yourself. En dat gaat perfect. Ik heb de testdagen gedaan met Viaplay. Ik heb daar helemaal naar mijn zin. Er zit een hele goede chemistry tussen de crew... iedereen is hyped up. Iedereen wil heel graag. We gaan nog met een paar hele mooie verrassingen komen. Dat durf ik ook te zeggen. Ja. We gaan nog met een paar hele vette kanalen komen. Nou, Ruud, jij zag ze al, want Jan een screenshot al gemaakt. Want dat is de onboard gaan we krijgen. We gaan de timing gaan we krijgen. We gaan positie on track gaan we krijgen. En een pitlane. We hebben echt hele goede interactie met de mensen op de baan zelf. Daarbuiten kunnen wij ook op een hele gave manier, kan ik helaas nog niks over zeggen, maar daar heb ik al mee geoefend, kunnen wij analyseren. En dat is echt hippe shit. Ik ben ervan overtuigd dat Viaplay Formule 1 perfect gaat weergeven voor iedereen. Voor Tante Truus, voor de kenner, noem het allemaal maar op. Hetgeen wat ik allemaal gezien en gehoord heb, hè, we horen natuurlijk wat meer van Viaplay al, wat er allemaal gebeurt en via onze interne tamtam. Ja. Maar ook gewoon een show van anderhalf uur, die al anderhalf uur voor de uitzending begint. Ja, we hebben technische mensen hebben erbij. We hebben zelfs een aftershow, zelfs op maandag hebben we nog een aftertalk. Dus nee hoor, weet je, Formule 1 gaat heel veel aandacht krijgen. En het mooie bij Viaplay is, je klikt erop en het is er. En je klikt het weg en dan is het er niet meer. En dat is natuurlijk, overal zijn een paar kleine opstartprobleempjes. Die gaan we ook zelf ook nog meemaken. Maar wauw, wat staat daar? Een gemotiveerd, vet team.
Nou, dit weekend zijn we bij Viaplay, Joris en ik, op zondag. Oh, goed zo. Nou, dan zien jullie mij. Krijgen we een kijkje achter de scherm om even te kijken hoe het eraan toe gaat. Leuke reportage maken. Ja. En, ben benieuwd. Maar gaat helemaal goed komen. Jongens, we gaan naar de DHL vragenronde, want racefans krijgen de kans om een vraag te stellen. Mocht je dat nou ook willen doen, hou onze socials in de gaten, vooral op onze website, vooral op zondagavond en middag. Dan komt er een artikel online en dan kan je je vraag in de reactie stellen. En DHL laat je ook een klein beetje een autocoureur zijn, want als je de app downloadt, haal je eigen cockpit in huis. Features voor het ontvangen en versturen van je pakketjes haal je uit je broekzak. Je krijgt de ideale lijn naar je snelste bezorging en je kan eigenhandig de boordradio instellen door pushnotificaties uit en aan te zetten. De eerste vraag, Bart van Lier, die zegt... Waarom reed Pietro Fittipaldi vrijdag de eerste testdag voor Haas? Mij lijkt dat Magnus het wel heel goed kan gebruiken. Ja, nou ja, zes centjes. Dat is zo'n contractje. Ik denk niet dat het direct centjes is. Ik denk het is ook gewoon de afspraak die ze hebben gemaakt. Magnussen was er nog niet. De deal is gedaan. En net als ik de deal heb gedaan, zeg maar, van mijn tattoo, weet je. Je moet je ook aan je afspraken houden. En weet je, die is zo'n eerste dag. Weet je, dat zijn allemaal... systeemchecks en allemaal dat soort dingen. En dan mag hij een paar vrije rondjes rijden. Het is oké. Okay. Weet je, een Magnus of een Schumacher heb je niet nodig. Ik begrijp dat je als teambaas je coureurs erin wil zetten. Die begrijp ik, hè, want dit is niet je coureur. Maar aan de andere kant, het is ook iemand die waardevol is in het team. Die hou je altijd naast je, hè, als reserverijder. Dus weet je, dan is het ook goed. Ja. Het is oké. Okay. Het is helemaal pijnlijk dat hij nog ineens overwogen werd als vervanger van... Ja, maar ik begrijp wel waarom. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk al een keer is hier ingevallen. En dat was hem niet. Nee. Weet je, dat was hem gewoon niet. Oké, okay, het was een slechte auto. Oké, okay, maar weet je, je moet ook gewoon eventjes, als jij kan kiezen met iemand heel veel ervaring heeft, waar je 100% vertrouwen mee hebt en die je alles kan vertellen, want die heeft in alle soorten auto's gereden, dan met iemand die sortiment van bijna nieuw is. Ja, ik bedoel, dan is het heel normaal dat je voor Magnussen gaat. Dat is heel normaal. The King, die zegt, welk team denken jullie dat na Ferrari, Red Bull, Mercedes en misschien McLaren komt? Nee. Ik denk dat na die drie die je opnoemt, dat je dan een McLaren hebt. Ja, ik denk niet dat McLaren, nee. Maar dat, ja, kijk, je mag gewoon aannemen dat middenveld gewoon weer... Ik hoop dat er ook een Alpine bij is en dat er een Alfa Tauri bij is. Die zijn het gewoon aan een stand verplicht om daar gewoon te rijden. Zeg maar. Het vierde team wordt Alfa Tauri. Het vierde team wordt AlphaTauri, dus die gaan het zelfs nog winnen van McLaren. Ja. Even over McLaren gesproken. We hebben Daniel Ricciardo, ze hebben wat corona, niet thuis, maar op de hotelkamer. Donderdagavond mag hij uit quarantaine, mits hij geen klachten heeft en negatief test. Ja. Nou, laten we even van het slechtste scenario uitgaan. Nick de Vries. Beste man. Nick de Vries. Nick de Vries. Nick de Vries. Nick de Vries. Is er nog iets wat jij wilt toevoegen, Ruud? Of, ben je even herhalen, Tom? Nick de Vries. Nou, weet je, kijk, er zijn niet heel veel rijders op de markt waar je zomaar in één keer gebruik van kan maken. En er is een Mercedes-clausule dat Nick ook de testdagen, zowel bij Mercedes als bij Williams, als bij, let op, Aston Martin en McLaren zal rijden. En het heeft alles te maken met rookie-status. Een Stoffel van Doornen heeft de rookie-status niet. Dus die kan dat niet doen. Dus als je dan met iemand een weekend begint... Ja, kan je net zo goed die vrijdag er ook maar gelijk mee pakken. Ja, en ook nog trouwens... Nick heeft hele goede testdagen, heeft hij al laten zien... dat hij gewoon op level zit qua snelheid van Russell en een Lewis. Weet je, dit is ook een jongen die zijn hele leven alleen maar heeft gereest. Je moet alleen één keer de kans krijgen. En je ziet ook, ik zie heel duidelijk dat Nick ook kiest... als een soort van verzekeringpolis naast Toto Wolff en het team staat. Want Nick had namelijk ook een heel goed contract bij de WEC kunnen tekenen. En dat heeft hij niet gedaan. En dat heeft hij gedaan doordat hij kansen niet voorbij wil laten gaan... mocht het zich voordoen bij de Formule 1... en hij zit ergens anders over de wereld in een LMP-auto te rijden. Weet je, dus dit is full commitment naar Formule 1. Nou, het is afwachten. Nou, en is het voor Nick de Vries te hopen dat dan Daniel Ricciardo nog een, laten we zeggen, minimaal kuchje en een loopneusje heeft? Ja, alleen het is nog steeds wel zo dat als Ricciardo op zaterdag negatief test, dan kan hij nog steeds voor een kwalificatie rijden en racen. Ja. Ja. Dus hij moet, wat zou een team doen? Stel even, ik weet niet of dat mogelijk is. Stel, Nick de Vries, laten we het even noemen, rijdt de vrije trainingen, rijdt de kwalificatie. En volgens Daniel Ricciardo helemaal beter en die zou zondag de kwalificatie niet. Dan is het gewoon al klaar. Tot 1 minuut voor de kwalificatie in theorie. Als hij dan gewoon gekleerd is, dan mag hij. Dus ja. Het zou best kunnen dat in theorie nog Nick drie trainingen zou rijden.
Maar als Daniel Ricciardo... En, maar kan het team dan eventueel wel nog voor kiezen om alsnog Nyck de Vries aan te houden? Stel, Daniel Ricciardo zou negatief zijn. Maar ja, je weet wel, Daniel Ricciardo heeft geen testdag gereden in Bahrein. En hij voelt zich zwak en heeft er geen zin in. Dan is hij toch alleen maar veldvulling. Maar weet je, dat zal het nog meer zijn. Er zijn nog meer coureurs die op het zitje hazen. Vertel. Nou, Piastri, die werd dan naar voren. Vond ik een hele rare. Zo hele rare, vind ik meer een commerciële. Je bent een Renault junior. Ja. Van Doorn was volgens mij geen optie, want die vliegt volgens mij morgen vliegt hij naar Amerika voor een 12 uur race. Maar Piastri, dus, je hebt nog geen meter in de Formule 1 auto gereden. Nee, dat moet je ook niet willen als beginner. Nee. De vraag maximaal Verstappen. Wat denken jullie dat de sterkste motor is dit jaar? Aangezien zelfs Haas met de Ferrari motor competitieve tijden kon rijden en met een auto die niet per se heel sterk oogde. Ja, ik denk dat Mercedes gewoon de benchmark is en blijft. En als je daar als Ferrari nou in één keer de megasprong hebt, dat je daar dik overheen zit. Ja, dan gaan mensen weer allemaal weer van alles wat van vinden. Want vorig jaar kwam je 30, 40 pk tekort. Dus. Wat we nu gaan zien, dat is hem. Vanaf 1 maart kunnen ze daar nagenoeg niks meer aan veranderen. Behalve dan natuurlijk het hybride systeem en de elektronica. Maar die kunnen ze nog 1 keer veranderen tot september. 1 september zeg ik aan mijn hoofd. Dus dat zijn de enige extra's die ze nog kunnen toevoegen. Als ze ergens nog een winstje kunnen pakken. Maar ja, dat is... Dat is een beetje hoe het er nu voor staat qua motoren. Ferrari heeft een hele grote stap gemaakt. Want die komt toch echt wel met een ander conceptje motor dit jaar. Maar dit jaar moest ze ook. Hè. Iedereen moest alles in die motor stoppen. Want vanaf 1 maart konden ze ook niks meer. Dus deze winterperiode is ook heel belangrijk geweest voor de motorbouwers. Ja, andere brandstof ook nog. En natuurlijk van de E5 naar de E10 brandstof. Dus weet je, dan moeten de internals, ja, die moeten net even anders zijn natuurlijk. Want ja... is gewoon andere brandstof en dan moet je je motor ook op optimaliseren. Ja. We hebben nog zoveel vragen, jongens. We gaan er nog even snel doorheen. Jack, die zegt, is er een relatie tussen de nieuwe banden en het purposing aangezien die minder meeveren of ligt het echt aan de vloer en de ophanging? Nee, het is juist de vloer en de ophanging. Want als de band minder veert, dan is het dus de auto. Dus hij gaat hem niet supporten, hij gaat hem niet half mee opvangen. Nee, nu komt hij nog harder aan, want er zit gewoon minder vering in de band. Dus is het nog visueler. Dus met de vloer van en de vloer en de ophanging van 2022 en de banden van 2021, had je veel minder purposing gehad. Want dan zit er in die purposing, die kan ook een beetje worden opgevangen door die vering in die band. Want die vering van de band, die is gewoon echt veel meer, is dat altijd geweest. Ik bedoel, je gaat van 13 inch ga je naar 18 inch, nou is maal 2,54, dus dat is al 12, laten we even zeggen, 12,5, 13 centimeter. Dan is de band zelf 6 centimeter hoger. Dus het is nog steeds 6 centimeter. Dat is zo'n stuk meer dat de wang kan bewegen. Dat is echt ontzettend veel. Dus de volgende vraag is van jou, Ruud. Patrick 4500. Heeft het niet opkomen draven van het gala van Lewis Hamilton nog invloed met betrekking tot de eerste wedstrijd? Er was toen heel lang sprake van en ook heel lang niks meer van gehoord. Nog steeds niks van gehoord. En dat, de wat? Nee, kijk, Lewis komt er niet via gala. En toen was er, er zijn een nieuwe president van... daar moet ik met hem over praten en... Kijk, er komen geen straffen. Dat is allemaal... Iedereen wil vorig jaar gewoon vergeten. Of ja, vergeten niet, afsluiten. Dat is een mooi woord. Het is gedaan. Het seizoen begint weer. Daar komt niks. Lewis hoeft waarschijnlijk niet met een papierprikketje ergens... papier te gaan prikken of dat soort dingen. Nou, dat is gewoon... Ze begrijpen hem ook, maar het mag niet. Heel simpel. Norbert 8. Hebben jullie vertrouwen in Alpine en gaat Alonso dit jaar een race winnen? Nee. Als het probleem gaan oplossen. Maar ik weet niet of jij die testdagen hebt gezien. Ook Ocon er ook een, hè, vorig jaar. Ja, dat klopt. Moet wel een beetje geluk hebben. Bowlingbal Bottas. Trouwens voorspeld, hè. Ja, weer een tattoo op je reet. Nee. Ik heb gezegd, jongens, hou die Ocon in de gaten. Maar als ik naar de 3 testdagen kijk... Mama mia, het was 1 grote driftshow van die Alonso. Op die exits, jongen. Hij kon niet op het gas. Het was constant corrigeren. Dat vind ik ook wel mooier. De auto's zie je nu meer bewegen. Ja. Het is weer ik wil niet zeggen de good old times, maar in die tijd dat je een Alesi zag je met die auto vechten. Ja? Dat kon in het laatste paar jaren niet, want dan was je in één keer die downforce kwijt, dan zag je ze ook in één keer spinnen. En nu zie je echt de auto's bewegen. Nou, dat vind ik wel gaaf om te zien. Even kijken hoe het tijdens de races gaat. Maar één ding is zeker, wat ik nu gezien heb van Alonso, zag er bar slecht uit. We hebben nog weinig aan toe te voegen. Ja. Dadelijk gaan we zoomen waar we heel goed aan zijn, denk ik.
Ja. Nou ja, daar komt nog één vraagje. Want dat vond ik een hele mooie. Hij heeft vaak goede vragen. Ik denk dat hij is. Alibaba 33 1 derde. Ja. Die zegt, in ieder jaar veranderen wel regels, richtlijnen, reglementen, whatever wat. En hij vraagt, als je puur naar de regels kijkt, welk jaar of periode vinden jullie in de Formule 1 het mooist? Dan doet hij alvast een inkoppertje. Hij zegt, mijn persoonlijke mening begint Michael Schumacher periode, verschillende banden, merken, tanken tijdens de race en meer vrijheden van de teams. Ik vind het altijd een hele moeilijke, want dan gaat het weer om geld en veel testen. Ja, het was wel zo. Het was iedere sessie hing er een nieuwe V10 in zijn auto. Ja. Maar goed, ik vond dat wel een mooie periode. Los van de jaren dat hij te dominant was, dat hij na 10 Grand Prix al wereldkampioen was. Ja. Maar wat je in die periode wel meer had, was dat je moest echt vechten voor een plekje. Kijk. Nee, we zijn helemaal oké. Okay. Dank je. We krijgen niet meer van de vak op de vraag wat drinken willen. Alleen, je had dan weer een ander probleem. Dat was vaak van, kon je wel inhalen, kon je niet inhalen? Nee, mijn mening over inhalen, die kennen jullie inmiddels van. Inhalen moet ook echt een inhaalactie zijn. Niet op een knopje drukken en zwaaien. Nee. Dus ja, ik vond die auto's van keer heel gaaf uitzien. Ik moet er steeds een beetje wennen nu. Ja, met name aan de voorkant. Ik vind ze heel vertrouwd uitzien. Ik ook. Ik vind ze futuristisch. Ik vind ze mooi. Ik vind de designs goed. De verschillende auto's zijn heel duidelijk te herkennen. De grotere sidepods van de Ferrari, die platte sidepods die er niet zijn van de Mercedes. De Red. Ik vind het mooi. Ik moet nog even wennen aan het vooraanzicht zo. En dat. Nee. En die wieldoppen erop. Nee, ik vind ze echt. Dus jullie kunnen wat is het bij Alfa Romeo? Was de Pokémon ballen die ze hadden? Maar jullie kunnen zijn dus eigenlijk met Alibaba. Dat design vind ik dan wel heel raar, zo midden over die achterkant. Ja, maar ik vond die auto's van de 2014, 2016 vond ik bijvoorbeeld ook wel grappig. Alleen die zijn een meter smaller onderhand dan nu. Ja. Ja, ik durf het niet te zeggen, joh. Iedere periode is mooi geweest. Iedere periode. Dat is het meest politiek correcte antwoord dat ik kan geven. We hebben nou bij Race News hebben de McLaren MP44 hebben op onze Wall of Fame. En de Lotus hebben we ook nog hangen, volgens mij. De Lotus van Senna staat er bijvoorbeeld bij. Maar, ja. Maar wacht even, de Ferrari V12, kom op zeg. Waar is die gebleven dan? Ja, die hebben niet op de Wall of Fame. Maar als je bij ons op kantoor bent, we hebben heel gaaf. Heel mooi te zijn. Zorg dat die erbij komt. Jongens, we gaan iets doen wat jullie leuk vinden, maar in het verleden is gebleken dat jullie er niet zo heel goed in zijn, namelijk voorspellen. Vorige week kreeg je eigenlijk al een generale repetitie. Ik wil even van jullie weten welke 3 coureurs zetten op de zaterdag de snelste tijd neer. Nou, jullie konden bij elkaar 6 punten halen. Ik kan je vertellen dat er 1 punt werd behaald. Dat was alleen Ruud die goed had voorspeld dat Verstappen de snelste was op de zaterdag. Dat zijn dan 3 punten, toch? Neem ik aan. Nee, dat is goed. 3-2-1, toch? Nee, zeker niet. Want Ruud, jij had ingezet dat Max snelste was Hamilton 2, Russell 3. En Tom, je had ingezet Hamilton 1, Verstappen 2, Perez 3. Nou, uiteindelijk was de top 3 Verstappen, Schumacher en Leclerc. Zo. Dus daar is 1 puntje gemaakt. Lekker. Wij gaan eigenlijk dubbel voorspellen. Ja, maar die puntentelling, die staat ook nergens op. Daar moeten we even een reglement van maken. Ja, als je de winnaar al nadat ik een keer gewonnen heb. Als je de winnaar hebt, moet je 3-2-1 punten hebben of zo. Maar ook qua WK-standpunten. Dat kunnen we wel. Dat vind ik wel leuk. We beloven dat we even een goed reglement maken deze week. Dat we ook gewoon het bij kunnen gaan houden. Ik zet hem erin. En uiteindelijk gaan we later in het jaar gaan we er ook een leuke sponsor aan. Over 2 maandjes ongeveer. Ja, vanaf 1 april ongeveer. Gaan we een leuke sponsor aan koppelen. Mogen we nou nog niet zeggen, mogen we niet verklappen. Maar dan gaan we dus ook het geld dat wij gaan verspelen. Want we gaan met fictief geld gaan we spelen. Oh, leuk. Wat we uiteindelijk wel omzetten naar een echt geldbedrag. En wat we dan ook gaan doneren aan een goed doel. Oh, leuk. Dus we moeten nog even ons huiswerk heel moet goed zijn dat we even een goed doel goed. Ergens gaan. Jullie krijgen allebei een goed doel. En degene, STC, hè? Ken je dat doel? STC? Ken je niet? Stichting Tom Coronel. Wij gaan dubbel voorspellen. Er staat namelijk een nieuw seizoen op het punt van beginnen. En ik heb eigenlijk hele simpele vragen. 4 simpele vragen. En dan gaan we aan het eind van het seizoen kijken hoe jullie die aangepakt hebben. Ik wil in eerste instantie weten, wereldkampioen Formule 1 2022. Max Verstappen. Max Verstappen. Constructeurstitel 2022. Red Bull. Ferrari. Red Bull Ferrari. Nee, ik wil. Ik heb nou gezien. Nap. Nap. Hij wil die 2022 erbij. Dan heb ik coureur onderaan het klassement. En dan zetten we wel even erbij. Stel, we hebben zoals dit seizoen weer dat er een Kubica 1 of 2 races gereden heeft. Dat telt niet mee. Dus echt gewoon de coureurs die nu ingeschreven staan. De 20 coureurs. Zo. Guanyu Zhou van Alfa Romeo. Goeie Latifi. Nicolas Latifi van Williams. En dan eigenlijk nog een beetje de verrassing van het seizoen. En dan kunnen we natuurlijk aan het einde kunnen we een Schumacher. Beetje Schumacher verrassen. En als in de verrassing, wat schat je dan? Die gaat gewoon zoiets geks doen wat Gasly een paar keer al heeft kunnen Een paar keer goed punten pakken.
Ja. Oké, verrassing van het seizoen, Ruud? Nou, ik heb George Russell, kunnen jullie nog een verrassing noemen? Nee, is geen verrassing. Dan mag je geen verrassing noemen. Nou, dan wordt het Yuki Tsunoda die gewoon echt een groei laat zien. Op de baan dan, hè? Want nou, dan gaat, dan doen we het zo, dan gaan we kijken welke van die twee coureurs het beste gedaan heeft. Ja, maar dat is altijd Tsunoda, want die heeft een betere auto. We gaan het een keer kijken. Jongens, nee, we gaan nu wel weer... We moeten hem even helpen. Maar we laten de top 3 maar gaan voorspellen. We gaan echt voorspellen. De poll en de top 3 en zo. We gaan nu even inderdaad de poll, de top 3 in de eerste uitvallen doen. En ik ga even goed mijn brein kraken over reglement. Dat komt volgende week goed. En dan gaan we dat punt aan de ratio Joris verdelen. Joris heeft een hele pubquiz ooit opgezet bij Racing News. En iedereen praat er nog over. Dus ik ben benieuwd wat er komt. Ja, pole position komende zaterdag op de Bahrain International Circuit. Ik hoor een poll. Ik hoor Max hier. Max. Ruud. Max Verstappen, top 3 van de race. Wie staat op 3? Russell. Russell op 3. Wie heb jij op 3, Ruud? God, man, de omdenken op maandagmorgen. Ja. Op 3 staat Carlos Sainz. Carlos Sainz op 3. Op nummer 2? Perez. Ruud? Lewis. En dan nummer 1? Max. Eerste uitvaller van de race. Dat wordt... Of geen uitvallers, hè? Dat mag je ook voorspellen. Ja. Eerste uitvallen door... Gaan heel veel mensen uitvallen. Ja, maar het gaat om de eerste. Nee, er gaan er 4 uitvallen. De eerste. Volgende week gaan we weer voor jou speciaal voorspellen. Tijdens de Grand Prix van Jeddah gaan we voorspellen hoeveel uitvallers er zijn. Maar nu, wie is de eerste? Maas, ik ben het niet mee, Tom. Dat was maar de eerste bocht. Ik zie het echt technisch. Ik zie het gewoon dat er technische problemen zijn. Ja, deze is niet zo makkelijk. Ruud, als jij het ermee eens bent... Vettel, ik wil zeggen, als je het ermee eens bent, kunnen we ook nu de vraag veranderen naar hoeveel uitvallers. Nee. Nou, hoeveel, dat is leuk. Ja, 4. Oké, 4 dan uitvallers. Dan ga ik voor 5. Is dan degene die het dichtst bij zit? Nee, goede antwoorden tellen alleen. Okay. Ja, dan worden we waarschijnlijk. Nou, we moeten het reglement even aanpassen met die jongen, anders dan scoren we nooit geen punten. Jongens, en dadelijk spelen voor een goed doel, dus we moeten ook geld verdienen. Kijk, hè? Ik kan volgens mij nu gewoon de microfoon zo van Ruud uitzetten. Jongens, ze worden recalcitrant. We gaan de podcast afronden. Thanks weer als je tot... Nou, Ruud is er wel klaar mee. Fijn als je het weer tot het einde hebt vol weten te houden, vooral met Ruud en Tom. Mocht je luisteren via Spotify of Apple Podcast, vergeet je dan niet een review achter te laten of even 5 sterretjes. Zouden wij heel tof vinden. Via YouTube kun je ons abonneren. Nou, dan zie je onder andere de video van de tatoeage die Tom krijgt. En ja, de beetje pijn dat hij toch wel geleden heeft. Ik bedank jullie voor vandaag. En ik zie jullie volgende week. Tom, check. Je bent een held. Hij heeft de Max Groot.